Rashid maken van de 1-1. Hij zat er lekker in, hè? Oi, oi, oi. Heerlijk in, ja. Ja, ik zag hem. Ik schoot die bal en ik keek hem na en ik zie hem zo de kruising in vliegen. Nou, top. Ik doe dat normaal, schiet ik hem altijd met mijn binnenkant voet en pak ik keeper hem in zijn handjes. En de trainer werd net ook al gek in de eerste helft tijdens de rust. Hij zei, schiet, doe eens een keer je ogen dicht en schiet gewoon die bal. Ze heeft zo'n goed schot. Nou, het eerste wat ik doe is ik maak een schaar en ik schiet en ik zie hem erin vliegen. Ja, je had je ogen wel open denken, want anders krijgen we hem daar niet. Toen ik hem schoot, toen had ik mijn ogen open. Daarna toen, keek ik even een oogje open en zag hem erin vliegen. Schitterend. Ja. De trainer zei net nog van, jij bent vaak nog iets te veel zaalvoetballer om dan dit soort doelpunten te maken. Hè? Dat zal hij ook tegen jou hebben gezegd. Ik draaf te veel door, zeg maar. Ik probeer dan alsnog die laatste mannetje te vinden die hem gewoon dan makkelijk in kan tikken, zeg maar. Terwijl ik ook gewoon op de 16 sta, dan kan ik gewoon schieten. Dus dat moet ik gewoon echt vaker gaan doen. Ja. Ik heb zoveel leuke wedstrijden gezien, maar die eerste helft, wat was er met jullie aan de hand, joh? Want het, of Edo was zo goed, dat kan natuurlijk ook, maar dat leek helemaal nergens op. Ja, Edo zat er gewoon heel erg kort op, die jaagde ons helemaal af en wij waren duels, verloren we alles. En daar was ook iets met de sokken of zo, dus wij waren ook niet scherp meer, denk ik, of wat dan ook. Maar we begonnen niet goed aan de wedstrijd, maar ja, gelukkig pak je in de tweede helft wel goed op en kantel je de wedstrijd. Ja, wat hebben jullie daar last van gehad, dat oponthoud, een kwartiertje, 20 minuten, van het feit dat zij de verkeerde kleding mee hadden? Het is niet echt last, maar het is wel irritant natuurlijk. Je wil gewoon, want je werkt naar de wedstrijd toe en je gaat vanuit je 2 uur speelt. En dat gebeurt dan niet en dan het sokken niet in orde en alles. En dan moet je toch wel weer even omschakelen en dan ga je toch meer even rustiger aan doen en alles. Dus dat helpt, dat zit er zeker wel mee, ja. Ja, uiteindelijk pak je keurig de 3 punten, weer met 3-1 in een stadsderby. Dus je kan met de borst naar voren door Haarlem lopen de komende tijd. Maar jullie doen ook weer goede zaken voor de ranglijst, want je blijft gewoon bovenin meedraaien. Je staat volgens mij zelfs nu gedeeld tweede. Ja, nou ja, als je zelf blijft winnen, en dan laten de andere clubs vanzelf punten liggen. Dus het enige wat wij moeten doen is winnen, maar ja, dat is logisch toch in de voetballerij. Je hebt gezien de competitie heel erg open. Iedereen wint van elkaar en het is gewoon een aantrekkelijke competitie. En zolang jij punten blijft pakken, dan doe je mee bovenin. Ja, maar zoals jullie spelen in die tweede helft dan, jullie hebben ook gewoon een lekker ploegje. Ja, we hebben een heerlijk ploegje, daar kun je niet omheen, nee. We waren nog niet eens voetballend op ons sterkst vandaag, denk ik. De tweede helft zat er meer pit in en we spelen ze gewoon uiteindelijk gewoon weg met 3-1, gelukkig. Terwijl de eerste helft gewoon slecht was, maar we hebben zeker een voetballende ploeg waar nog heel veel rek in zit en wat nog veel beter kan.